weinigen zijn uitverkoren. De bikkelharde trainingen zijn niet te onderschatten, maar een para behoort dan ook tot de elite van onze strijdkrachten. De komende weken volgen we een tiental recruten tijdens het wellicht zwaarste jaar uit hun leven. Maas! Nu ook in 33 centiliter! De para's zijn de crème de la crème van onze strijdkrachten. Dit programma volgt jonge gasten die snakken naar de dolk en de vleugels. De kentekens die paracommando's krijgen na een loodzware militaire fysieke en karakteriële training. Ze komen als groentjes binnen in Leopoldsburg, verzuipen of drijven boven in Marche-les-Dames en de overlevenden zetten de kroon op het werk in Schaffen. Dan pas krijgen ze hun wings en mogen deze jongens met een droom de titel dragen van paracommando. Ik heb een shot onder mijn gat nodig, zegt Erwin altijd. Volgende week wordt hij 18 en zal hij die schop wel gekregen hebben. Want Erwin Schudding maakt zich klaar om te vertrekken naar Leopoldsburg. Zie, allee. Wat is die op de woes? Nee. Jawel, is van je zien dat mijn neus slank is. Zijn vriendin en zijn ma gaan morgen mee. Alles assortie. En hier is voor mijn tandenbussel en al. Stoer. Voilà. En wat is een tandenbussel? Ik weet het niet, bij de rest waar ik jij gegooid is. Als je zo wat beginnen, hè? Dan zal het vriet gaan. Ah, plezant. Allee, ga mijn tandenbussel halen. Dat is hetgeen dat ik bedoel. Die denkt, ja, ik heb eigenlijk altijd... te goed voor hem gezorgd. Die kreeg er elke keer te veel haren onder. Geoffrey Lamarini, 19 jaar, bandwerker en speelvogel met piercing, zonder discipline. Het is aan je keuze, misschien een goede toekomst. Hij heeft hem toch iets verlaten in dat leven. Het moeilijkste van werken. Om 6 uur opstaan, ik zeg gewoon van 's nachts te werken. We zijn nu om 6, 7 uur opstaan. Maar ik denk dat je overdag genoeg doet, dat je s'avonds moe genoeg bent. Zou dat kort genoeg zijn? Zou dat moeten. In Brussel, tijdens de toelatingstest voor het leger, kwam Geoffrey een andere coole gast tegen met wie het meteen klikte. Jimmy Volkaert, 20 jaar, ook een vlierenfluiter, maar wat rustiger. Jimmy heeft hotelschool gedaan, maar eigenlijk kikt hij op het leger. Dat vastschrijf, sponsjes, een zaknotitieboekje. En dan waren we aan het discussiëren over wat dat zou zijn. En dan hadden we naar een film gezien. In G.I. Jane, denk ik, hebben ze zo in hun borstzakje een boekje zitten dat ze dan gebruiken voor in het veld, manoeuvre en zo'n boekje. Jimmy heeft geen lief, wel een gehad en het doet hem nu nog pijn dat het voorbij is. Zijn ouders zijn gescheiden, maar hij heeft met allebei een goede relatie. Hij woont de helft van de tijd bij moeder en de andere helft bij vader, met wie hij graag pinten pakt. Op zijn 16 jaar wou hij naar de kadettenschool gaan, maar zijn moeder kwam er tegen en hij moest en hij zou kok worden. Dat heeft hem dus gedaan. En je ziet het resultaat, hij draagt toch daar. Ik heb ergens schrik voor mijn zoon niet meer te herkennen. Want het zal dus oftewel een brave jongen worden, met karakter. Oftewel wordt het een killer. Het is een van de twee, volgens mij. Maar ik hoop dat het dus de goede kant is dat je een killer wordt. Ik zal hem missen, kameraad. Want we hebben een band tot en met. En ik zou dus zeggen, bid daar. Bid daar. Dat weet je. En dan zijn het vele opbouwen. Ronnie Ezin smeekt de hulp van God af, opdat het leger zijn woelig karakter zou sterken en zijn problemen met geld en gerecht rechttrekken. De staalharde opleiding tot para moet een verleden uitwissen van drugs, diefstal en vandalisme. Heer Jezus, mogen deze kaars die ik aansteek licht zijn, zodat jij mij verplicht en mijn moeilijkheden en mij bijstaat in mijn beslissingen. Ah. Ronnie is 20 en super gemotiveerd. Dat is mijn droom eigenlijk. Een droom die uitkomt, dus dan ga ik dat ook waarmaken. Ik moet dat hebben. Dat is niks anders dan ik moet dat hebben. Al moet ik het op mijn knieën verder doen, maar ik moet dat hebben. Al moet ik op mijn knieën de finish overgaan, maar ik heb het dan toch. Aanvallen! Het dieptepunt was toen Ronnie naar de jeugdinstelling in Mol moest. Met de stap die hij nu zet, is moeder voorzichtig tevreden over haar kwajongen.
We zullen vier zien als ons een petje op zijn kop heeft staan. Hè? Dat er van de straat af is, dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste, nog niet. Want zo, dat is ook geen oplossing, zo rondzwerven en het zitten te hangen en niks te doen. Hè? Ik heb mijn mening daarover, hè, jong. Maandagochtend. Vandaag verandert alles voor de jongens die we zullen volgen bij hun opleiding tot para. Joffrey zijn meisje zag het eerst niet zitten dat hij bij het leger ging. Nu al iets beter. Tot van de week. Nee, van het weekend. Dag, jongen. Dag, Moeke. Dag, Moeke. Zijn voorzichtig, hè. Ik kan hem zeker missen, ja, echt zelfs. Maar ik ben blij dat je hem in het weekend kan zien. Hij zijn wel dikwijls op zijn tanden met de buiten. Hè? Ja, ja, zeker als ze iets zeggen en zo'n commentaar van zijn eigen houden. Ik zal hem goed moeten leren. Jimmy rijdt mee naar Leopoldsburg in Joffrey's en BMW. Marien. Marien. Niet veel. Zwieren maar ba. Maar ik heb veel dingen dobbel ba, hè. Ik kan veel dingen vergeten, zijn ik. Nog veel geslapen? Nee, echt, nee. Die rugzak nog terug uitgeladen, terug ingeladen. Zingen waar ik alles bij had. Ik zing nog niet zeker, maar wel. Hier krijgen Jimmy, Joffrey, Ronnie, Erwin en de anderen hun basistraining. Daarna gaan alleen de para's door naar Marsledam. Maar het ziet er hier al streng genoeg uit, vindt de moeder van Erwin. Samen met haar vriend en Erwins vriendin komt ze zoon Lief brengen. Als je dat allemaal zo ziet, ik vind het vrij agressief. Als je zo die pinnetjes draait en die zakken en zo, ik vind het vrij agressief. Hoe is dat er? Al een tank, hè. Het is hier al niet goed gezien. Ah, door modder, zwaanzien, man, dat was gisteren gekust. Zit er wel op een grasstukje? Stappen. Draaien. Ja? Ah, maar dat is hier een oorwaad. Hij zegt ze half onder water met mijn baan, joh. Allee, joh. Hallo, ik ben Ezine Ronny. Ezine? Ezine. E-Z-Z-E-N-E. E, met een E. Oké. Lamrini, Jeffrey. Ja? U zal tot het vijfde peloton behoren. En als u aan het woud is hier naast mij, zal u pelotonscommandant zijn. Ik ben een pelotonscommandant. Ja. En tof, volgens mij. Welk peloton zit jij? Welk peloton? Zelfs naar schaaf af. Yes. Hoeveel zit u? Ik ben geleerd. Als ik alles kan zien, hoe en waar ik hem achterlaat, denk ik dat ik wel beter gerust zit. Dat ik mijn gerust hart gewoon vertrekken dan. Het is toch hoe kind dat je achterlaat, hoe groot dat zoeken we erop. Dit is uw basisopleiding. Hier is alles by the book. Dit is de militaire kleuterschool. In uw eenheid zal het allemaal anders zijn. Voor sommigen zal het nog strenger worden. Ik denk aan de kandidaten paracommando. Jullie gaan naar Marsledam. Hij zal weten wat hem gaat missen, denk ik. Ik had er een ander beeld van de slaapkamers. Knopen erop, dacht ik. Dan kribbelen mijn handen al eigenlijk voor die kassen af te kussen. Voor er eigenlijk aan te beginnen, want ik zou zo niet willen slapen. Ik zou zo ook niet kunnen slapen, eigenlijk. Loop maar zien. Niet doen. Niet doen. Kind is eraf, hè. En dat is misschien waar ik het ook zo moeilijk mee heb. Ik dacht dat ik geruster ze gesteld zou worden, maar niks is minder waar. Ze zijn eigenlijk nogal geruster. Dat je dat zo ziet. Ik denk dat hem toch nog op heel veel punten zijn aangegaan met de baas gehouden. Dat hij moet toch nog heel dikwijls op zijn tanden moet gaan baten zijn. Het kind is eraf en de para komt eraan, maar dan moet er nog veel water naar zee stromen. Of modder, want peloton 5-0 heeft nog alles te leren en het zal niet altijd vriendelijk worden uitgelegd.
al valt dat voorlopig nog mee. Goed, ik ben de chef Vos, een van jullie vaste kaderleden. Het zijn er namelijk drie. De pelotonscommandant hebben jullie reeds gezien. Dus neem uw bagage nu allemaal op. Vervolgens een kortslag naar rechts, dus het aangezicht wijst in deze richting. En jullie mogen vooruit gaan. Het bed links achter is uw bed. Ja. Wat moeten we nou doen? Uitlaaien? Wat moet je juist doen op de kamer? Wacht op je collega's. Ah, totdat iedereen er is. Vrienden, ligt iets ook anders. Het bed wil perfect opgemaakt worden. Is dat niet het geval, dan is het miserie. En dan erop, nog zo een, ook op dezelfde manier gevouwd. En dan je kussen. In de kussensloop natuurlijk. Simpel, poep simpel. Nou, het laten zien, hè. Dat heb ik hier nooit niet gedaan, hè. Had dat er ordelijk uitzag, dan was ik al content. Dat is het rokershoekje hier. Ja, we weten dat al dat we niet goed, achter de blok. Dat was gras en die zit al lang niet meer, denk ik. Ja, dan zie je dat we zoiets al kunnen gaan dweilen. Gaan we terug dienen zijn. Gisteren nog 5-0 gezongen op de bal. Nu, is er iemand die gezegd heeft dat je van de kou mocht gaan? Pelotonscommandant Philip Wouters laat voelen wie de baas is. Oké, waarom zit je nu verzameld? Dat is eigenlijk heel simpel. Eerst en vooral was er een afspraak gemaakt met de chef Vos dat je op de kou moest blijven. Ik kijk uit mijn bureau, wie loopt er allemaal rond? Dat zijn jullie. Wij zeggen wat er gebeurt en jullie voeren uit. Is dat begrepen? Ja. Dus wat gaan we dan nu zeggen? Zeggen, ja, adjudant, dit is begrepen. Enkel ja, adjudant, en de rest moet ik niet weten. Vrienden, begrepen? Ja, adjudant. Dat is een blok K22. Kijk allemaal een keer achter u. De persoon die daar staat, in het zwart. Jij loopt rond een blok en de rest volgt u. En je verzamelt die terug per drie. Ah, vertrek. Daar zitten we op 2.3. Oké, mensen, dat is wel als een bewijs dat je niet luistert. Ik had gezegd, je volgt allemaal de persoon in het zwart. Ik zie die persoon helemaal lopen liggen rechter. Ik zie dan langs alle kanten mensen komen die hem niet volgen. Dat is vooral de tweede keer dat je iets fout doet. Hij opnieuw. Vertrek maar. Een van de jongens zit al dagen met een ei. Ronnie Ezin, het supergemotiveerd Limburgs boefje dat zijn leven wil beteren, heeft onlangs een veroordeling opgelopen, maar tot nu toe heeft hij dat nog tegen niemand durven zeggen. Ik heb nog een veroordeling op mijn naam staan. En ik weet niet verder wat ik moet doen daarop mee. Zal ik eventjes voor u verifiëren dat dan? Ze hadden tegen mij gezegd van, ik ga een nieuw blad van goed gedrag in zee halen. Ja. Dat staat normaal erop als je een veroordeling hebt gehad, maar ik ben 3 keer een nieuwe gaan halen, maar dat staat er niet op. Onblik. Goed, dus per provincie heb je een aantal bureaus die daarvoor verantwoordelijk zijn. Ja. Ik ga zo snel mogelijk daarvoor contact opnemen, dat jij ook zekerheid hebt. Ja. Goed? Dank u wel. Je mag je terug vervoegen bij uw kader, ja. Boven. Dank u wel, chef. Oké. Okay. Pas op. Moet jij dat t-shirtje eens passen? Los of vast? Los. Niet vast? Heel vast. Met een overschot zei je dan niks, hè? Moeten die vesten passen? Het voelt al beter als gewoon kleren. Dat je dan toch het gevoel hebt dat je toch al iets meer erbij hoort. Pijn, dat was juist een keer niet best. Een gewoon kostuum kan iedereen kopen. Iedereen kan dat dragen. En een paraduniform, dat is eigenlijk maar die bepaald aantal kunnen en mogen dat dragen. Een regenvestje lars. Morgen denk ik dat het harde werk pas begint. En als ik mijn muts heb, dan voel ik me pas een echte militair. Ik wil niks anders dan alleen mijn muts. Maar het lukt wel. Ik heb er toch goesting in. Heel veel toch. Heel veel goesting. Het is inmiddels al dinsdag. 1 uur zijn de lichten uit en is het muisstil. Alles moet vanaf nu tegen de tijd. En daar heeft Erwin het moeilijk mee. Ik moet nog alles geld leggen voor morgen. En dat is zo aan het aanpakken, zo'n deadline eigenlijk. En we moeten er kaart in toeleven.
zijn maar een klein 5 minuten, dus zal haasten worden. Maar die 5 minuten moet daar wel lukken. Hè? Maar de eerste is al uitgepakt. Morgen. Met de minstem, die in tweede snaren. Ja, doe uw maar allemaal terug aan en verzamel maar buiten, onder. Welk? Welk kleding hebben we dan? Ja, doe gewoon een lege kleding helemaal. Over de nieuwste trekken. Echt, dat de lichten vanzelf het gingen om 1 uur. Dat de verzorger net het uitging. Ik had al verwacht dat we gingen lopen, dus ik heb gewoon. Rap mijn sportschoentjes aan en pas van mijn botten. Mijn ma niet, hè? Het kan niet zijn als ik een timing geef dat nu 1 uur de lichten uit moet zijn en iedereen in bed ligt. Dat sommigen nog een burger lopen en aan die kamers het gewoon lichten aan zijn. Het achterste gelid, 2 passen achteruit. Het voorste gelid, 2 passen vooruit. Een voorlichtsteun gaan. Telke maal wanneer jullie iets fout begaan, gaan we samen gezamenlijk gewoon spontaan 10 keer doen. Na verloop van tijd zal dat meer worden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Houden, de laatste houden, zakken. Ja, blijven houden. Ja, kom maar recht. Het is nu inmiddels 12:15. Om 12:20 ligt iedereen in zijn bed en ze ligt uit. Gaat dat lukken? Ja, ja, chef. Ja. Ja, ik kruip je bed in. Ja, nu kan ik ook van mijn nachtrust genieten. Het is een heel kort nachtje geweest. De meeste soldaten hebben maar 3 uur geslapen en toch zijn ze nu al op. In principe is het om 6 uur wakker. Maar blijkbaar zijn de mensen vrij goed gemotiveerd en is iedereen al vroeg wakker. Ik was eerst wakker en ik heb de wekker van de andere kamer gehoord. En toen ben ik opgestaan, heb ik het licht aangedaan en zei ik mannen opstaan. Dan zit er rechtstreeks opgestaan en we zijn klaar nu op tijd. Erwin loopt erbij als een zombie. Ik zeg ik geen ochtend meer, kijk ik niet opstaan. Als morgens. Die hebben mij nog wakker moeten maken. En die daar. Voor mij nu nu geen zwek vooral zeker. Ik heb nog niet veel gekregen. Het is morgens toch niet. Dus dat wil gaan lopen, dan ben ik ook gescheten. Gisteren waren ze nog bezig met de spoilers van hun auto's, lagen ze nog in de armen van hun liefje of maakte moeder nog de boterhammen klaar. Nu is het discipline, luisteren, rennen en poetsen. Het is gewoon wat erbij komt, hè. Hand is uit de hart. Inbouwen. De hand op bevel naar beneden brengen. Hand! Eef! Bangelijk. Eerste reactie is toch wel bangelijk. Dan kunnen wij gaan verdedigen, dan zit hij geen kanonnenvlees niet meer. Wat nou, mijn shirt, dan is het goed. Ja. Ik heb wel een nieuw verdienst verwacht. Dat is wel iets uit, hè. Ik had gedacht dat het meer zou wegen. Thuis zijn dingen, zo'n Winchester en zo kan wel liggen thuis. Ik heb ook aan, ik heb al meerdere keren geschoten en zo kan. Dat is wel plezant. Ik vind het een slopkamer. En ja, ja, schoten? Weet je, karabijnen en de pistolen. Luchtdrukgeweren. Geen pistolen, nog niet meer zoiets. We gaan service les.
equipment 1 tot en met 4 krijgen. Oké, je hebt vandaag wel een hele hoop materiaal gekregen. Hè? Nu gaan we natuurlijk laten zien waar je dat materiaal moet gebruiken. Oké, in zin, waarom jij je vest uit? De douane is meneer. Waar lief? De douane is meneer, chef. Ja, wat is nu, meneer, chef, adjudant? Je doet zomaar niet je kleren uit wanneer je zelf vult. Hè? 2 borstels. Waarom 2 borstels? Je schoenen op te blinken. Dus eerst en vooral je schoenen op te blinken, maar wat moet je doen voor je ze opblinkt? Van uw school en uw patenten die vandaag op praktisch aan te zetten. Ik kan u 1 ding aanraden. Hetgeen dat je kunt doen om plaats te besparen in uw rugzak. Je pakt u een ABL-borstel. Als je die in 2 zaagt, kunt je de ene kant gebruiken om schoenvet of schoenblink op je botine te wrijven. En de andere kunt u gebruiken voor uw botine op te blinken. Die persoon naast u krijgt ineens een moment van zwakte of zo. Oh. Wat is uw naam? Schudink. Schudink wie? Schudink Erwin. Ik verstaan eens, hè? Ja, nee, ik heet niet Erwin. Nee, sir. Schudink, ik zal hem een keer wakker schudden. Ja. Sta een keer recht. U gaat nu naar buiten. Wat is? U gaat nu naar buiten. Wat blijft adjudant? Wat blijft adjudant? Ja. U gaat naar de wasval en je steekt uw kop onder water. Ah. Ah, ik was in slaap gevallen. Ik vond het zo boeiend. 'S Avonds snakt niet alleen Erwin naar zijn bed, maar adjudant Wouters heeft nog een Chinese drill op het programma. Verzamelen en dan zo snel mogelijk omkleden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik geef u 5 minuten tijd om naar boven te gaan, u in sporttijd te zetten. En hier terug te verzamelen. Ah, go! Nee, het is niet aan mijn sportschool nog over eens. Ga je niet doen? Oké, ik heb er juist nog een tentzaal gevonden. Wat gaan we nu doen? We gaan ons in volledige vechtkledij zetten. En iedereen pakt zijn tent mee. Ik kan dan kijken wie zijn tent vergeten is. Oké, ik krijg terug 5 minuten tijd. Go! Amai. Dat is al een 2e keer vandaag bij dezelfde. Het is gewoon een naam dat ik kan krijgen. Erwin begint hem al te knijpen. Maar Ronnie kan zijn pret niet op. Voor het eerst in zijn leven is hij iemand. Voor mij mag je nog 2 keer. Hè. We doen het zolang we maar op tijd zijn. We doen het zolang. We moeten tot morgen vroeg zijn. We moeten maar op tijd zijn. Hoe is je tentcel? Daar. Wat lief? Daar. U zegt dat dat van u is? Waar is uw tentcel? Wat is uw naam? Schudink. Schudink. Waar is uw tentcel? Verloren. Je weet niet meer wat het is, hè? Nee. Oké, mensen. Nog een keer een goede tip. Op het moment dat je op een bepaalde plaats geweest bent, voor je vertrekt, doe je eerst controle om te zien of je geen materiaal hebt achtergelaten. Go! Na 9 minuten, Vetti. Binnen de 9 minuten moet ik hier klaar zijn. Maar als ik hier onder goed stond, dan gaan die mij niet op peloton sturen. Geef 8! Zat de Meijer? Tegenwoordig. Zat Gijbels? Tegenwoordig. Wat hebben ze jullie geleerd? Dat er altijd 1 kamerwacht is die buiten staat. Wie was dat? Ik. Hoe komt dat je niet buiten stond? Sergeant. Chef. Sergeant? Chef. Hoe komt dat je er niet buiten stond? Ik zat in mijn bed, chef. Wat was de reden daarvan? We hadden besloten om te gaan slapen, chef. En... Op eigen initiatief, zomaar. Je krijgt richtlijnen, die richtlijnen dient je te volgen. Je doet niet je eigen goesting. Heb hier geen plaats, ja? Oké, chef. Om 10:30 licht uit, iedereen in zijn bed. Jij mag op de gang blijven wachten. Zou het mogelijk zijn om nog even naar het toilet te gaan, alsjeblieft? Naar het toilet, of je zeker dat 10:30.
Dank u. Op de groeten! Hij is de vlak. Na een goede nacht volgt voor een van de soldaten een slechte dag. Ronnie Ezin moet naar de compagniecommandant. Ronnie heeft uit zijn burgerleven een veroordeling meegebracht wegens stalking van een ex-vriendin. Tot 3 maanden zijn veroordelingen geen bezwaar voor het leger, maar Ronnie kreeg 6 maanden. Hij vreest en hij hoopt. Ik voel me echt prachtig hier, want ik had nooit gedacht dat het zo mooi ging worden. Ik heb een goede kamer genoten, heel goede. We hebben allemaal een goede nachtrust, dus ik heb eigenlijk niet te klagen. Helemaal niet. De bevelen moet je toch opvolgen. Al zeggen ze tegen u door de strand lopen, je moet het toch. Want het enige wat ik wil is mijn muts. Meer wil ik niet hebben. De anderen krijgen intussen hun eerste oefening op het terrein. Ze leren zich camoufleren en krijgen blankpatronen om te schieten. Losse flodders dus. Moet ik je zien naar uw wapen, joh? Kijk een keer naar uw wapen, joh. Gaan we er nog mee vuren met dat wapen? Eerst poetsen. Ja, eerst poetsen. Ik zal er direct maar om beginnen. Op het moment dat je een ruzie hebt gekregen, André niet. De wapen is waardeloos op dit moment, joh. En jij is waardeloos voor de sectie. Iedereen heeft zijn eigen kenmerk. Maar zijn dat de zwarte lippen. Ik heb eens gezien in een film waarom ik altijd zwart ben om de lippen. Adjudant Wouters gaat even weg uit de oefening, want hij wil er zijn als Ronnie bij de kapitein moet komen. De adjudant heeft Ronnie de eerste dagen leren kennen als een jongen die nu eindelijk zijn leven op het juiste spoor wil brengen. Ronnie staat stijf van de zenuwen. Allee, zet me eens in de picture en vertel me de film eens. Ik heb een relatie gehad met een vrouw van 32. Dat vraag ik niet. Ik vraag concrete zaken vanaf wanneer wist jij dat jij ging veroordeeld worden? Van sinds ik dat papier heb gehad. Je weet wat dat de gevolgen gaan zijn? Ja, dat weet ik. Het leger is mijn droom. En dat ik mijn droom niet kan waarmaken, maakt het me ook niet uit. Dan blijf ik gewoon liever thuis. Ja, normaal, als ik dat ervoor had geweten, had je niet kunnen tekenen. Hè? Had je niet getekend. Ja, ja, dat is meer dan 3 maanden. Meer dan 3 maanden veroordeling is dofies niet binnenkomen ofwel de procedure opstarten voor het wegzending uit het leger. En dat ga ik doen. Hè? Ik kan daar niet onderuit. Hè? Spijtige zaken, hè, kameraad? Zeker, kapitein. Ja, de motivatie is er wel. Maar dat is natuurlijk wel iets dat we niet wisten natuurlijk. Hè. Dus ik stuur je nu naar huis. Oké, kapitein. Ja, ik vind het ook ergens, hè. Ik weet het. Denk je dat ik dat graag doe, zoiets? Ja, jullie doen jullie gewijnd gewoon. Ik respecteer. Ik kan daar niet onderuit, hè. Ik respecteer dat. Maar ik zie gewoon mijn droom. En ik geef je de faciliteiten. Je mag naar huis gaan, je mag je zaken regelen. Ja, zin, hè. Al even rustig, hè. Ik vind het heel erg. Het is mijn droom. Een droom die in het duinen valt. Het leger is mijn leven. Het is gewoon mijn leven. Ik ben al 3 jaar proberen om voor binnen te komen. Dit jaar ben ik binnengekomen en ik laat hem me niet makkelijk afpakken. Echt niet. Na het avondeten mogen de gasten voor het eerst naar de cafetaria. Hun leven is van de ene op de andere dag ingrijpend veranderd. Geoffrey en Jimmy hebben al veel aan elkaar gehad vandaag en zullen elkaar de volgende maanden nog hard nodig hebben. Het is al lang geleden dat je op een gat hebt gezeten. Het eerste plusje dat je wel zitten zag in de gazelle. Niet op een bed, alleen maar op een stoel. Je had het al kunnen doen en laten wat je wilt en nu gaat dat niet meer. Dus ja, dat miste wel. Ja, dat is wel een heel aanpassing voor mij toch zeker. Als ze zeggen je mag beschikken, zijn ze nog altijd niet zeker of je wel iets mag gaan drinken. Want ze kunnen altijd bijkomende opdrachten geven. Nou, dat is de eerste keer met de mannen zo even een pintje pakken, dat doet wel goed. Allee, het is er meer dan hier al.
Zijn legerkleren waar hij zo naar gesnakt had, zijn sportpak, zijn militaire boots, alles moet Ronnie weer inleveren. Enkel zijn ondergoed, dat mag hij houden. 5 broeken. Alles in orde? Ja. Alles binnen? Alles binnen. Alsjeblieft, dank u wel. Veel geluk. De veroordeling blijft 5 jaar op zijn strafblad staan. Daarna kan Ronnie Aizine zich eventueel opnieuw kandidaat stellen voor de opleiding tot paracommando. Maar nu loopt hij door de straten van Leopoldsburg terug naar zijn vrienden en naar zijn moeder, die zoveel van hem had verwacht. Ik kom nog terug, hè. Tot over 5 jaar.